Vandaag het laatste gedeelte van het urinestelsel, namelijk vanaf incontinentie. Incontinentie wil zeggen dat wij geen controle meer hebben over onze sluitspieren, waardoor er ongewild urine en of stoelgangverlies is. Oorzaken daarvan: stress- of inspanningsincontinentie. Onze bekkenbodemspieren zijn te zwak. We gaan urineverlies krijgen bij druk. Dit wil zeggen door te hoesten, te niezen, te lachen. Dranginkontinentie of prikkelblaas is een overgevoeligheid van onze blaas, heel vaak ten gevolge van een infectie. Overloop- of druppelincontinentie komt enkel voor bij mannen door een vergrote prostaat. Reflex- of neurologische incontinentie, er is een fout in de zenuwgeleiding, waardoor dat de sluitspier niet meer beïnvloedbaar is. Ook bij ontlastingsincontinentie is er gebrek aan controle van de sluitspier. Functionele incontinentie, dit wil zeggen door oriëntatieproblemen, dat onze zorgvrager niet meer weet waar hij of zij zich bevindt, of mobiliteitsproblemen, zodat de zorgvrager niet tijdig het toilet kan bereiken. Incontinentie kan ook het gevolg zijn van langdurig gebruik van medicatie of het gebruik van een blaaszonde. Wat kunnen we doen? Zorg voor een correcte houding op het toilet en geef de zorgvrager voldoende tijd om hun behoefte te doen. Bekkenbodemspieren trainen, mixietraining geven, laat de arts eventueel de medicatie nakijken, maak gebruik van een goed opvangmiddel, luier, condoomkatheter en zorg voor een goede lichaamshygiëne, zodat er geen doorlichtwonden kunnen voorkomen. Blaasontsteking of cystitis. Dit wil zeggen dat er irritatie en of infectie is van het blaasslijmvlies. Oorzaken hiervan: het onvolledig ledigen van de blaas, onvoldoende drinken of een langdurig blaaszonde. Maar de meest voorkomende oorzaak is dat de micro-organismen in onze blaas geraken. Heel vaak is dat de E. coli-bacil die sowieso in onze darmen leeft. Door een verkeerde wastechniek of afveegtechniek kan deze bacil via de plasbuis in onze blaas geraken. Symptomen: vaak en dringend moeten plassen in kleine hoeveelheden, branderige pijn voor, tijdens en of na het plassen, een troebele urine, soms met bloed, soms koorts, algemeen ziektegevoel en bij bejaarden kan dit leiden tot een vreemd gedrag. Acties: laat de zorgvrager veel drinken, 1,5 liter per dag, een correcte wastechniek toepassen en heel belangrijk, observeren en rapporteren. Een nierontsteking of pielonefritis is een ontsteking van de filters van de nieren. De oorzaak is dat de micro-organismen in onze nieren geraken en dit meestal ten gevolge van een onverzorgde blaasinfectie. Symptomen: een troebele urine, soms bloed, altijd hoge koorts boven de 39 graden Celsius. Een algemeen ziekte- en zwaktegevoel en de zorgvrager ervaart pijn in onderrug en bekken. Acties: verwittig de verantwoordelijke zoals zij de arts kan verwittigen. Laat de zorgvrager veel drinken, 1,5 liter per dag, zodat ze de nieren kunnen filteren. Terug een correcte wastechniek toepassen en, belangrijk weer, observeren en rapporteren. Nierstenen. Dit is een ophoping van kalk en andere stoffen in ons nierbekken. Deze kunnen groot of klein zijn. Hier zien we enkele voorbeelden daarvan. Oorzaken: er zit te weinig vocht in ons lichaam. Door overtollig zweten, te weinig te drinken, braken. Ons bloed, de samenstelling van ons bloed is verkeerd door te veel zouten, te veel mineralen. Symptomen: bij grote stenen hebben we vage, lage rugpijn. Als een kleine steen vastzit in de ureter, hebben wij een hevige koliekachtige pijn ter hoogte van rug en liestreek. Een koliekachtige pijn is een heel hevige pijn die zo pijnlijk kan zijn dat de zorgvrager kan flauwvallen. Deze pijn gaat wegebben, maar als de steen blijft vastzitten, gaat deze pijn ook terugkomen. Misselijkheid en braken, bloederige urine omdat het slijmvlies beschadigd is en een blaasontsteking zijn ook nog andere symptomen. Welke acties moeten we doen?
Terug de verantwoordelijke verwittigen zoals zij de arts kan verwittigen. Laat de zorgvrager veel drinken, 1,5 liter per dag, en zorg ervoor dat er weinig zout in het water zit, dus best geen bruiswater geven. Geen zuivelproducten, want in zuivelproducten zit kalk en calcium is een basisbestanddeel van nierstenen. Ook hier weer heel belangrijk observeren en rapporteren. Chronische nierinsufficiëntie. Onze nieren werken onvoldoende, waardoor de afvalstoffen in ons bloed blijven zitten. De oorzaken, er zijn verschillende oorzaken, maar de meeste oorzaken is diabetes of suikerziekte en hypertensie of hoge bloeddruk. De symptomen, er zijn weinig of geen urineproductie. We voelen ons misselijk en gaan braken. Sommigen gaan vermageren, anderen hebben oedeemvorming in de onderste ledematen, hoofdpijn, hypertensie of hoge bloeddruk, verward zijn, suf zijn, jeuk hebben en een droge huid krijgen. Welke acties moeten we doen? Als er weinig tot geen urineproductie is, meld dit bij de verantwoordelijke, zodat zij de arts kan verwittigen. Vochtbalans en urinedebiet opvolgen, heel belangrijk observeren, rapporteren en toezicht houden bij het dieet. Sommige mensen die chronische nierinsufficiëntie hebben, moeten aan de nierdialyse, omdat men gaat het lichaam vergiftigen. Een nierdialyse, wat wil dit zeggen? Wij gaan het lichaam zuiveren van afbraakproducten van de eiwitstoffelingen en te veel aan vitamine en mineralen. Dit gebeurt via het bloed of via het buikvlies. Dan prostaathypertrofie, dat is een vergroting van de prostaat. Dit kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Oorzaken, een opeenstapeling van cellen ter hoogte van de prostaat. Symptomen, de mannen gaan langdurig plassen, een mindere urinestraal hebben, vaker plassen en druppels, blaas niet volledig kunnen ledigen en als ze klaar zijn met plassen gaan ze nadruppelen. Acties, arts raadplegen.